ziek. Net ergens moet je zijn, ik moet het af en toe zeggen, want Harmen weet helemaal niet waar we zitten. Ik weet wel waar we zitten. Hier, 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 zijn. Of was jij de laatste die ik vasthield? Ik hoop het niet, want dan ben je vertrokken of heb ik je laten gaan en zal ik dat de rest van mijn leven moeten betreuren. Ergens moet je zijn en ik hoop dat ik je niet gisteren heb gezien in een flits en dat jij vandaag voorgoed naar Kuala Lumpur vertrekt. Ik hoop je morgen te ontmoeten als ik fit ben zonder dofknallende katen. Of ken ik jou al ergens van? Was jij het laatste die ik op straat zo onbedaardelijk aan het lachen maakte omdat ik bokkensprongen maakte en dat vanwege mijn onhandigheid een bolletje van mijn ijskoon in mijn overhemd belandde? Hoe heet je eigenlijk? Jane of Roos vind ik wel bij je passen, of Joyce of Christ of Mariska of elke andere naam. Vul zelf maar in, is mij om het even, vind ik allemaal even fantastisch. Als je dit nu hoort, ik zit vaak in die kroeg, je weet wel die ene, die zijstraat van die drukke weg, waar de tram ook komt en dan zit ik achterin in de hoek naast de bar. Je vindt me wel, het kan niet missen, ik drink bier uit vaasjes en sta glazig, ik wacht op je. Wat zullen we blij zijn als we elkaar eindelijk ontmoeten en ik zal je dan die mop vertellen over hoe Jane Tarzan ontmoet en hem op een gegeven moment vraagt hoe hij dat dan doet met de seks en zo, zo zonder vrouw, en dat hij dan eerst vraagt wat is dat? En dat zij in principe dan uitlegt en hij weer zegt, oh, ik neem meestal een gat in een holle boomstam. En dat zij dan walgend zegt, nee joh, dat is helemaal verkeerd. Om zich vervolgens uit te kleden, op de grond te gaan liggen, haar benen te spreiden en naar haar kruis wijst. Met de woorden, steek hem hier maar in. Waarop Tarzan zijn tijgervalletje afdoet, dichterbij komt en haar onbedaardelijk hard in het kruis trapt. Door Jane in verschrikkelijke pijn en ademnood over de grond begint te rollen en uiteindelijk hijgend weet uit te brengen. Waarom deed je dat? Waarop Tarzan antwoordt, even controleren op bijen. Zodat wij samen de slappe lach kunnen krijgen die uren duurt, wat alleen jij een waardering van mijn flauwe humor. Ik weet, ik stel niet zoveel voor, maar ook daar heb je natuurlijk vrede mee. Als je trouwens niet pas opdaagt wanneer ik in een verzorgingspavioen te Vlaardingen zit te wachten op het eind naar mijn staan, van onvervuld verlangen, het afgelopen slag je niet naar het feestmaal, nee. Ik houd moed en ik gebruik mijn fantasie, dus niets is ondenkbaar en ergens moet je zijn. Hoe kan ik je herkennen? Want ik weet niet waar ik zoeken moet. Harmen Pothoff.